Today. Ministerie van Openbare Werken rehabiliteert weg naar Peking Poika. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is doende de weg naar Peking Poika te rehabiliteren tot groot genoegen van de lokale gemeenschap. De dorpsbewoners hebben het ministerie benaderd om ook de dichtbegroeide wegen in het dorp aan te pakken waaraan gehoor is gegeven. Vooral de weg naar de kreek waar water wordt gehaald en waar de bewoners dagelijks gebruik van moeten maken, was onbegaanbaar. De staatsbus en de schoolbus konden vanwege de onbegaanbare wegen niet meer naar binnen rijden. De kapitein van het dorp is echter niet content met de activiteiten, omdat zij hieromtrent niet benaderd zou zijn en het materieel onder meer dwars door een begraafplaats is gereden. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.